Klei. Ik ben hier een van de vrijwilligers van het buurthuis in Leiden-Dorp. Dit doe ik al sinds de oprichting, wij 6 jaar geleden begonnen zijn. En ik gevraagd werd om mij bij de vrijwilligers te voegen. Ja, mijn naam is Hanpret. En ik wil u even vertellen wat het buurthuis voor ons betekent. En wat er hier gedaan wordt. Heel kort gesproken, preventie. De brandweer komt ons vertellen hoe we voorzichtig moeten zijn. De politie komt ons vertellen dat we uit moeten kijken op internet en met mensen langs de deur die u proberen op te lichten. Daar komt nog bij dat er genoeg entertainment is voor een boottocht, een bezoek aan een kweker, een museum of gezellig een high tea in een zorgboerderij. Het is hier prima. Wij kunnen dit niet missen. Het zou heel erg wezen als wij hier niet meer konden komen. Maar gelukkig zit dat er niet in. Dankzij de gemeente. We vinden het heel belangrijk dat wij in de Oranjewijk en de Kerkwijk iets kunnen doen voor de bewoners van deze wijken. We hebben op dinsdag en donderdagochtend een heerlijke koffieochtend waar de ouderen van deze wijken gezellig met elkaar koffie kunnen drinken. En zelfs daarna ontmoeten ze elkaar nog. Bijzonder leuk. We zijn hartstikke trots op onze vrijwilligers die dat allemaal mogelijk maken. Daarnaast behartigen wij de belangen van de wijkbewoners naar de gemeente toe. Ik kom zelf uit deze buurt. Ik vond het heel belangrijk dat er iets was voor de ouderen, want ooit zal ik ook tot die doelgroep gaan behoren. Mensen komen hier heel graag naartoe. Wij zien het echt als sociaal punt voor de buurt. Contacten onderleggen, onderhouden, dingen te delen met elkaar. Zowel een traan als een lach. Ik doe dit met heel veel plezier. Ik krijg hier heel veel energie van. En ik ben heel erg blij dat ik ooit ja heb gezegd tegen dit aanbod. Als burgemeester van Leiden-Dorp ben ik ontzettend trots op Buurtactief. Zij organiseren een heleboel dingen voor oudere mensen hier in de wijk, in de buurt. Ze zijn een centraal punt en ook heel erg goed tegen de eenzaamheid die je steeds meer tegenkomt.